Roel? Ik denk dat we een lekker groot gegeven laten. Roel, ga jij zo wat vertellen over deze auto? Roel? Roel? Kunt u de klep even dicht doen? Wacht, het doet zo. Nee, ik ben aan het filmen, joh. Ja, je bent aan het filmen. Gaat, roep even wat ze okay. Komen, dan ben ik ineens een roadkill. Oké, okay, Roel, zegt het maar, wat is dit voor occasion? Nou, dit is een, Glaanwijk. Het rijdt. Kijk, dit is in ieder geval de koffer in hand. Wauw. Je kan de coolbox in. Ah, dit is geweldig. Heb ik te veel gezegd. En wat zit er allemaal veel heerlijks in? Nou, ik heb even laten zien. Er is al wat een en ander ontvreemd, moet ik zeggen. Dat is wel vreemd. Dat we elkaar toch als vrienden beschouwden, maar... Wauw. Kijk, uiteindelijk is het wel zo dat er dus standaard Opel blikjes cola worden meegeleverd. Oh, die zijn echt van het eigen merk? Van Opel. Ja, of van Opel ook. De broodjes van die vrouw van de catering, die zijn al op. Ja, dat was een goed initiatief. Maar we hebben nog spinazie koekjes. Maar Roel, we gaan even wat details doornemen, want jij bent een autokenner, heb ik vernomen. Ja, leuk nieuw. Roel. Ik zie hier 1.8 staan. Even zitten. Niet zo zeggen. Roel. Druk. Hey, Roel, je weet dus dat als enige niet mee verzekerd is, hè? Nou, krassen kijkers er niet op. Oké. Nou ja, oké. Ik zou mezelf ook kopen. Het is dat ik een auto heb. Maar echt, we zijn echt heel erg tevreden over deze Chinese importwagen. Maar alleen de Chinese kende alleen geen ABS en ja, hij loopt gewoon 1 op 10. Nou, voor mij 1 volgens mij 1 op 8 zie ik hier staan. Klopt, ja. Nou, is je tijd wel ver vooruit, hoor. Een auto van 1950. Voor zo'n kleine middenklasse, hè, valt het best mee. Ik geloof dat meneer de zinger hier de poepfans Berry aan. Goed zelf met zijn gestolen camera van Lies. Ik kan hem ook niet vinden dit weekend. Nou jongens. Roel, zit niet zo raar te springen op de achtergrond. Oh, dat zijn andere mensen. Thank you.